Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsitems van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. In augustus is het nieuwe zaaiseizoen voor kruidenrijk grasland weer van start gegaan. Dankzij bijdragers van de provincie Noord-Brabant en Brabants Bodem komt er dit seizoen 500 hectare kruidenrijk grasland bij in de provincie. Elke hectare kruidenrijk grasland scheelt 500 kilogram kunstmest en daarmee wordt 1000 kilogram CO2 bespaard. Ook leiden deze graslanden tot meer insecten, betere waterberging en gezondere bodems. De crowdfundingscampagne van Urgenda en LTO Nederland loopt sinds 2020 en sindsdien hebben al bijna 1500 melkveehouders meegedaan. Samen hebben zij bijna 6000 hectare ingezaaid. Dat is samen goed voor 2,5 miljoen kilo besparing op stikstof kunstmest en 5 miljoen minder kilogram CO2 uitstoot. Uit een enquête blijkt dat boeren erg tevreden zijn. Ze hebben gemerkt dat de melkproductie gelijk blijft, terwijl ze besparen op de kosten van stikstofhoudende kunstmest. Dit dankzij de klavers in de mengsels die stikstof vastleggen in de bodem. In totaal is er in Noord-Brabant al 980 hectare aan kruidenrijk grasland gerealiseerd. Voor iedereen is het belangrijk om op een ontspannen manier te blijven bewegen en betrokken te blijven bij de samenleving. Dit geldt zeker voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Bewegen bevordert het geestelijk en lichamelijk welzijn en vermindert eenzaamheid. Dit geldt zowel voor mensen met dementie als voor de mantelzorger die hem of haar verzorgt. Samen dingen blijven ondernemen is fijn. Daarom organiseren Surplus Welzijn en Zorgcentrum De Wijngaard op de Evenweken een wandeling. Dat doen ze op 23 augustus, 6 september, 20 september en 4 oktober. Iedere wandelaar wordt vergezeld door een begeleider, die u zelf meebrengt. Ze willen graag meedenken als u nog een begeleider zoekt. Verzamelen gebeurt in de Wijngaard, Cyclaamstraat 2A in Made, om 14:45 middags. Na een wandeling van tussen de 15 en 45 minuten is het tijd om onder het genot van koffie of thee een praatje te maken. Mocht het erg slecht weer zijn, dan blijft men gewoon binnen en doen ze een aantal binnenactiviteiten. Het niveau wordt aangepast aan de deelnemers. Dit geldt voor iedereen van de gemeente Drimmelen, dus ook als u niet in Made woont, maar in een ander dorp. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Selders. Haar telefoonnummer is 06-23-06-7360. De nieuwe bewoners van de wijk Het Venster van Made hebben ruime tijd op moeten wachten. Maar wat schetst hun verbazing? Aan het einde van de zomervakantie ligt er dan toch een natuurspeeltuin, waar de jeugd heerlijk kan gaan spelen. De speeltuin is gerealiseerd bovenop een wadi. Dat is een opslagplaats voor regenwater. De aanlegplaats van de speelplaats is een aantal keren uitgesteld, omdat de locatie meer op een vijver leek dan op een geschikte plaats voor een speeltuin. Nu blijven we hopen op lekker lang buitenspeelweer. Lage Zwaluwe is sinds kort een restaurant rijker. Aan het plantsoen heeft Steakhuis La Carne de deuren geopend. Het restaurant is gevestigd op de plek waar u tot vorig jaar zomer Brasserie Het Appeltje kon vinden. Het Appeltje ging in juni 2023 dicht. Niet veel later werd de zaak overgenomen door Ahmad Said, die op dat moment ook een afhaal- en bezorgrestaurant in Den Haag had. Hij startte in Lage Zwaluwe in eerste instantie met bezorging en ondertussen ging hij aan de slag met de verbouwing van de zalen in het pand om een restaurant en feestlocatie van te maken. De verbouwing duurde 3/4 jaar. De zaak in Lage Zwaluwe bestaat uit 2 zalen. De grote zaal is vooral voor feesten bestemd, van bruiloften, verjaardagen tot bedrijfsbijeenkomsten. De feestlocatie draait onder de naam Dream Events. Steakhuis La Carne is in principe 7 dagen per week van 4:30 middags tot 11:00 s'avonds geopend. Als er feest in het pand wordt gehouden, is het restaurant niet open voor publiek. Dan wordt de kleine zaal onderdeel van de feestlocatie en gebruikt voor catering. In september opent in het centrum van Made aan de Patronaatstraat een nieuw jongerencentrum. Het wordt nog eens benadrukt. Jongeren hebben een luisterend oor nodig. Het nieuw jongerencentrum in Made wil een huiselijke plek voor iedereen worden. Ze zijn geen handhavers. De muren zijn geverfd, de meeste meubels staan binnen en de wandversiering komen eraan. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. En natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Iedere week zendt Omroep Drimmelen kort nieuws uit van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving, waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet.
Deze week kunt u weer kijken naar een nieuwe aflevering van onze maandelijkse rubriek. Het wandelclubje Wagenbergen. Wandelen is goed voor de gezondheid en de sociale samenhang. Daarom zijn er in onze gemeente allerlei initiatieven om samen te wandelen. Op maandagavond wandelen ze met een groep van zowel jonge als wat oudere deelnemers en drinken na afloop een bakkie bij Thebe. Op 2 augustus overleed Henny Kellner op 82-jarige leeftijd. Zij was een zeer markante vrouw uit onze gemeente. Ze woonde het grootste deel van haar leven midden in de Biesbos. Ze was gids, vrouw, wijsgeer en levensgenietster. En zo zullen we haar herinneren. Ter nagedachtenis aan Henny uit Biesbos zenden we nog één keer het portret uit dat we in 2014 over haar maakten. Op 13 en 14 april dook het Mini Maxi Theater met hun minis, dat zijn jongeren van 12 tot 16 jaar, in een konijnenhol om samen Wonderland binnen te stappen. Een prachtige musical over Alice in Wonderland is het resultaat. Met veel mooie liedjes en een boodschap over anderen niet beoordelen op wat je ziet, maar proberen te kijken naar wie ze werkelijk zijn. Opnieuw een goede prestatie van de minis en echt iets om in de vakantie gezellig naar te kijken. Komende week deel 2. En kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en dat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via een mail aan publicatie@omroepdrimmelen.nl onder vermelding van Samenleven. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons via het getoonde mailadres. En u kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!